We staan hier op een bijzondere zaterdag in het centrum van Boxmeer. En dat heeft alles te maken met de metworst. Waar is deze traditie van ontstaan, de metworst zelf? De metworst in 1740. Ja, dat is eigenlijk wel een heel oude traditie. En ja, wij doen dan de knollenmiddag altijd de zaterdag voor de metworst. Om ja, eigenlijk de jeugd van Boxmeer kennis te maken met het paardengebeuren. De knollen, ja, het knollen in het dorp, hoe lang is het nu al? Oh, we hebben het 2002. Ja, 2002, ja, want we hebben het later overgenomen, maar er waren al andere games van de vereniging hier, die hebben het al jaren gedaan en we hebben het eigenlijk overgenomen, ja, 2000, ja. Ja, 2002. Nou zie je tegenwoordig niet meer zoveel knollen, waar komen de knollen vandaan? Deze komen uit Oplo, maar ja, dat is net waar ze vandaan komen, waar ze willen het huren. Maar vandaag mogen zowel jongens als meisjes op de knol? Vandaag mogen ze allemaal. Dus voor jongens en meisjes gewoon om, ja, om te laten proeven van wat is de metworst. Ja, ik weet wel dat Paul van Boekelt gisteren in de studio zei van Mientje, jij mag op de knol, maar ik denk niet dat het zo'n slim idee is. Wat denk jij? Ja, we hebben het verleden wel eens vaker gedaan, maar ik bedoel, als het voor de beelden voor de televisie is, dan kunnen we altijd een uitzondering maken. Want ja, we hebben een trapje, dus het kan. Nou, het lijkt mezelf niet zo'n slim idee. Even terug naar de ophanders in de metworst, want volgend weekend, aanstaande maandag over een week, dan is het zover. Hoe laat beginnen jullie 's morgens? Ik zal beginnen om 4 uur met de hoornblazers. Ik ga eerst met de hoornblazers mee tot 7 uur, 7:15 en dan omkleden en dan ga ik naar Vorten. Ik zit in de wedstrijdcommissie, doe er van allerlei activiteiten. Dus ik ben eigenlijk van 3:15 op tot 3:00 bezig. De knollen en de metworst, een heel ander soort paard natuurlijk. Hoeveel soorten paarden, ik ben maar een leek, hoeveel soorten paarden doen er mee? Ja, dat is meestal altijd, vroeger was dat tuigpaarden. En dan had je dat die dan vaker mee gingen doen, dat waren halfbloeden. En je hebt volbloeden, dus we hebben 3 verschillende categorieën waar je mee mag doen. Als je er goed voor keurt van tevoren al, met de keuring. En dan, ja, dan kan je op 1 van die 3 deelnemen. Dus, en de knollen hebben we dan, de Belgische trekpaard hebben we ook nog dus. De knollen, gaan die tussen de mandjes van de andere paarden in? Gaan die vooraf? Die komen na de eerste mandjes. Als ze gauw de eerste mandjes gereden zijn, dan komen de knollen. Dat is dan een afvalrace. We hebben dit jaar 4 knollen, dus 2x2. En dan daar komen 2 winnaars uit en die strijden dan voor de finale om de titel van knollenritwinnaar van 2020 dan. Ja, want dat wordt geen knollenkoning, hè? Nee, dat is in het verleden wel eens gezegd dat dat was, maar dat is helemaal niet. Want we hebben 1 koning en een knolritwinnaar. En ja, niet voor de knollen, maar het is, ja, hoe moet ik zeggen, een bijding is dat vroeger geworden, een beetje later pas gegeven. Dat dat gewoon meer voor de toeschouwers ook leuker werd. En heel veel toeschouwers vinden dat prachtig, die knollen al. Sommigen vinden het nog mooier als de renpaarden of de halfbloeden. Maar ja, het is een bijkomst gegeven in het verleden geworden dus. Waarom is het nou zo belangrijk dat de metworst, ja, het hele gebeuren, het paardengebeuren in stand blijft? Om de traditie hoog te houden. En het is ja, van Achterboxmeer naar is de dag, de maandag. Ja, want maandag is het trek leeg Boxmeer, hè? Ja, dat weet ik zeker, maar ook niet alleen Boxmeer, maar ook eromheen, zelfs buitenland, sommige mensen komen nog kijken. Omdat dat, zelfs de AOC-tocht, dat is zo apart. En de metworst is helemaal hetzelfde, een aparte traditie die je nergens vindt. Nou heren, ik wens jullie veel succes, maar ik hoop in ieder geval dat het maandag, de maandag van de metworst, goed weer is. Ja, dat hopen wij ook. Dus ik hoop dat we goed weer hebben, dat het droog blijft, niet te veel wind. Dan wordt dan zeker een mooie dag. Succes ermee. Dank je wel. Ik sta hier bij de jeugdraad van? Van de BSV de Geitenbok. Boxmeer dus? Ja. Waarom komen jullie kijken? We gaan dadelijk rijden op een knol. Ga je zelf er ook op? Ja. En dan is mijn vraag natuurlijk, mag dan die mooie steek opblijven of moet je de cap op? Nou, ik denk dat we wel de cap op doen, ja. Hebben jullie vaker op het paard gezeten? Ja, ik rij zelf paard, dus ja. En in de toekomst ook meedoen met de metworst? Ja, over 3 jaar. Dan zie je me op de baan staan. Nou, kijk. En dan komen wij jou natuurlijk dan weer interviewen. Ja, dan ben ik helemaal goed. Daar houden we ons aan, hè? Ja. Jij wou ook nog graag wat zeggen. Ga jij ook nog op het paard? Nee. Ik ben in Haarlem geboren. Ja, maar vandaag op de knol? Ja. En ja, in Haarlem geboren mag je niet met de metworst meedoen, nee. Hè? Vind je dat jammer of denk je, ik vind het wel goed zo? Ja, ik vind het wel goed zo. Ik hoef niet per se mee. Nou kijk ik, de jeugdraad. Jullie bestaan uit hoeveel personen? Er bestaan er 15 personen. En waar is de rest? Die zijn er vandaag niet bij. Thuis, ja.
Dus nou, ik zou zeggen, heel veel plezier straks op de knol. En wat mij betreft, tot over? 3 jaar. Hou we ons aan, hè? Ja, zeker. Ja, we zien een hoop jongens, maar we zien ook meisjes. En je hebt de cap al op. Wie ben jij? Ik heb heel veel zin in, echt waar. Ja, en hoe heet jij? Ik ben Mirte, ik ben 17 jaar. Ik ben 10 jaar van Bianne Gerard gewoond. Hele zin in, ik vind het heel erg leuk. En ja, je vindt het heel leuk. Ik had net al iemand, vind je het niet jammer dat je als meisje geboren bent, dat je niet met de metworst mee mag doen? Ja. Zou je dat anders echt gedaan hebben als je een jongen was en in Boeksmeer geboren? Ja, dat wel. Ja, kijk. Maar nou kun je genieten op de knol, hè? Ja. Heb je de andere jaren ook al op de knol gezeten? Denk het. Vorig jaar één keer. En, heb jij er ook al op gezeten? Nee, ik hou niet van paarden. Ja, nou kijk. Jij vindt het een beetje eng, denk ik. Nee, ik hou gewoon niet van paarden. Maar van welk dier hou jij dan wel? Honden. Van honden. Kijk, heb je thuis ook een hond? Ja. Wat voor hond heb je? Sipke. Een Friese daarbij. Oh, kijk, maar die zijn ook heel lief, hè? Hey, jij heel veel succes en heel veel plezier straks op het paard, hè? Ja, ga ik doen. Dank je. Volgend jaar zijn we er weer, dan zien we jou misschien wel weer. Ja, ga ik doen. Succes, hè? Dank je. Ja, we staan hier bij een meisje wat net op de knol gezeten heeft, hè? Ik sta bij Megan. Was dat voor het eerst dat jij op een knol stond? Nee, ik heb wel vaker erop gezeten. Vorig jaar volgens mij ook en ja, een paar jaar terug ook al. Ik heb dan meer meisjes gevraagd. Stel dat je als jongen geboren was, zou je dan met de metworst meedoen? Ja, zeker. Lijkt me echt heel leuk. Heb je toevallig ook broers die meedoen? Ja, Ryan Troost, die doet mee. Dit jaar ook. Ja, vind ik wel leuk. Ja, ga je dan ook 's morgens meteen vroeg met hem mee naar het Fortumsveld? Ja. Ja. En dan juichen natuurlijk van, maar nou net, je gaat door het dorp en je zit dan op zo'n paard. Denk je dan, ik zou zelf een paard willen hebben of heb je toch liever een hond? Nou, ik zou wel een paard willen hebben, ja. Dus wij zien jou volgend jaar weer hier op de knol? Ja, kan zo zijn, ja. Nou, fijne middag nog. En ja, als je er nog op gaat, denk dan een keertje aan ons. Ja, dat zou ik doen. Ja, en we hebben al van het bestuur gehoord dat er een documentaire gemaakt wordt. En ik sta bij de maker daarvan. Hè. Ik sta bij... Jackie Brakels. Jackie, van waar jouw interesse om dit gebeuren te gaan filmen helemaal? Ik ben hier opgegroeid. En vanaf dat ik klein kind was, vond ik het altijd al prachtig. De metworst en de traditie eromheen. En uiteindelijk ben ik televisieprogramma's gaan maken en ook films. En kwam eigenlijk vanzelf de wens om ook eens een keer die metworst in een mooie, wat langere film te vatten. En dat ben ik nu aan het doen. Dan ga je ook al het bijgebeuren, ga je dan ook meefilmen? Ja, nou, misschien niet helemaal alle, want we moeten toch keuzes maken. Want uiteindelijk wordt de film zo'n 50 minuten. Maar ik probeer natuurlijk wel een beetje de ziel van die metworst, van de paardenrennen, probeer ik natuurlijk wel een beetje te vatten door ja, een aantal mensen die symbool staan ook voor de traditie om die te filmen en te interviewen en daarmee op pad te gaan. Werk jij voor jezelf of is als de documentaire klaar is dat die naar een of andere televisiezender gaat? Nou, ik werk in principe voor mezelf, maar Omroep Brabant die gaat hem uitzenden. En ja, daar gaan we te zijn altijd natuurlijk veel van horen. Ja, dan neem ik aan van wel. En de première is bij Ries in Boeksmeer op 21 november. Ja, eind van het jaar weer, hè? Dan staan we alweer bijna voor een nieuwe metworst gebeuren. Ja, dat klopt, ja. Heel veel succes en wij zien jou in november weer terug. Hartstikke goed, dankjewel. Fijne dag. Ja, en op zijn dag mag natuurlijk de koning niet ontbreken. De koning van 2019. Ja, klopt. En ik sta bij... Roy van Eck. Roy, je loopt hier met het schild. Nog even, want dan moet je weer opnieuw aan de bak, of niet? Ja, precies. Nog 10 dagen zoiets. En dan kunnen we opnieuw ervoor gaan strijden, inderdaad. Klopt. Hoe voelt dat, de spanning? Ik moet zeggen dat we hebben natuurlijk nu gewonnen. En het hele jaar geroepen van we hebben hem, dus de druk is eraf. Maar hoe dichterbij we komen, hoe zenuwachtig ik toch wel word. Dus, ja, want je weet nou helemaal wat er moet gebeuren. Ja, precies. Ik weet wat er moet gebeuren. Maar ik weet ook dat er heel veel geluk voor nodig is. Dus die moet dit jaar wel mee zitten.
En als we even terugkijken, 2019, toen je inderdaad net als winnaar over de streep kwam, wat gaat er dan door je door? Dat is moeilijk te beschrijven, want je werkt er net zoals iedereen natuurlijk, maar ik heb er 9 jaar niet gewonnen. Ja, en als je dan na 10 jaar eindelijk wint, ja, dan geeft het wel een heel goed gevoel. Ja. Nou, ik zou zeggen, heel veel succes in het Fortumsveld. Ja. En Omroep Land van Kuik is er ook, dus we horen het rechtstreeks. Super, dankjewel. Komt goed. Succes. Hè. Dankjewel.